zijn nou de grootste misvattingen als het gaat om ogen in het algemeen en hoe we ons, voor onze ogen zorgen? Kun je een aantal noemen? Ja, de grootste is wel dat, dat je je ogen niet kunt verbeteren. Ja. De ogen kunnen eigenlijk alleen maar slechter worden. Dat is de boodschap die we meekrijgen bij de opticien en bij de ogenarts. En kun je niet verbeteren. En de enige oplossing is dat er glas voor je ogen moet in de vorm van brillenlenzen of dat ze erin gaan snijden. Ja. En dan verder niks aan te doen. Ja, maar helaas pindakaas. Dat is wel de grootste misvatting die er bestaat. Een volgende is dat ogen een soort van vaststaand iets zijn. Hè? Mensen gaan naar een oogarts of opticien en de ogen worden gemeten. Eerst met je kin in zo'n bakkie en daarna achter zo'n ding. En die zegt scherp, minder scherp. Mm-hmm. Nou, die twee komen ook nooit overeen, maar iemand gaat wel naar huis met getallen. Ik hoor heel vaak, ja, ik heb niet 7, ik heb niet 8. Die getallen kunnen echt heel een diepe overtuiging zijn dat dat is wat je ogen zijn. Ja. Terwijl ogen van nature kunnen die wel 6 keer wisselen in een seconde van refractieafwijking. Okay. Dus dat is helemaal niet vaststaan. Maar, nee. Maar je zet ze wel vast achter dat glas. Ja. Dus ja. Dat is ook een hele grote misvatting die er is.